Hugo de Jonge sloot gisteren de reactiemogelijkheid op zijn Twitter-kanaal naar eigen zeggen door structurele haatreacties op zijn tweets. Volgens gedragsspecialist Romy Quint een voorbeeld van een sneeuwbaleffect waarin personen en groepen radicaal reageren op elkaar. Hierdoor lijken de mogelijkheden voor een open debat steeds meer onmogelijk. Vanavond neemt ze ons mee in wat er eigenlijk in ons brein gebeurt tijdens dit verhardende debat. Maar geeft ze ook oplossingen om het tij te keren. Romy, welkom. Dank je wel. Je bent een gedragsspecialist. Vertel, wat gebeurt er eigenlijk? Ja, nou, vrij radicale uitspraken. Het gaat er hard aan toe op social media en ook wel in de politiek. Steeds extremere uitspraken. Wat ik eigenlijk als een soort sneeuwbaleffect zie. Het begint vaak met provocatie en dan gaat die bal eigenlijk rollen. En als je die tweet van de jongen erbij pakt, dan is dat eigenlijk al een sneeuwbal die al heel ver richting een lawine gaat, zeg maar. Voor de mensen die het gemist hadden. In zijn tweet staat: elke dag opnieuw zie ik onder mijn post een eindeloze stroom aan berichten vol haat, gescheld en erger. Daaraan wil ik geen podium bieden, want het leidt tot niets behalve tot nog meer haat, gescheld en erger. Daarom schakel ik de reactiemogelijkheid onder mijn tweets voortaan uit. Gelukkig zijn er vele andere manieren om met alle mensen van goede wil in gesprek te blijven. Ja, ik ben benieuwd wat die manieren dan zijn. Ik denk dat persoonlijk dat door het muten hier op Twitter dat de reacties zich gaan verplaatsen richting Insta of Facebook wellicht. Want door eigenlijk de comments uit te zetten, daar haal je de angel er niet mee uit. Ik denk wat hier ten grondslag ligt, de comments zo nasty zijn daaronder. Dat heeft natuurlijk ook te maken met oud zeer. En beter zou het zijn als hij daar ook aandacht voor geeft en daar over in gesprek gaat, zodat het oude zeer eigenlijk verdwijnt. In plaats van het muten. En dat het, ja, want what you resist persists, zeg maar. Het gaat op een andere manier weg naar de oppervlakte vinden. Mensen die dat soort dingen schrijven, die zijn boos. Het valt natuurlijk niet goed te praten, hele radicale reacties. Maar ja, daar ligt iets onder. Hè? Daar zijn motieven om die eigenlijk aandacht vragen. En die eigenlijk genegeerd worden. Ja. Dus die sneeuwbal gaat zomaar door. Er was ook nog bij Vandaag Insight een voorbeeld van zo'n hele radicale uitspraak over fascisme. Ja, dat was presentator en schrijver Ozkan Akyol. En in het specifieke fragment waar we zo meteen naar gaan kijken, gaat het over Gideon van Meijeren. De essentie is dat Forum voor Democratie nu bestaat uit fascisten. Dus ze gaan journalisten intimideren, ze doen aan complottheorieën, antisemitisme, weet ik veel wat. Dat is een club die je helemaal niet meer serieus kan nemen. Er is niemand in de Kamer geweest die de afgelopen 2 jaar, toen je het al kon zien, gewoon uitgesproken heeft. En nu is iedereen helemaal verbaasd van, oh, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Wat moeten we doen? Die Bergkamp komt er. Ja, misschien moeten we toch de gedragsregels opnieuw gaan herzien. Maar je hebt gewoon fascisten in de Kamer. Spreek het uit en gedraag je naar. Kijk of je die partij kan verbieden. Misschien inderdaad helemaal negeren. Dat je gewoon op nergens meer op reageert. Dat is het. Maar zoveel mensen zijn laf om dit te zeggen. Gewoon, dit zijn fascisten. Wat moeten ze nog meer doen om te laten zien dat ze fascisten zijn? Ja, die partijen misschien gewoon verbieden of negeren. Dat zijn twee uitspraken die hij heeft gedaan. Hoe kijk jij hierna als socioloog, Jeroen? Het is natuurlijk heel erg provocerend. En dit past wel ook in. Dus ik denk aan de ene kant moeten we goed nadenken over wanneer je inderdaad partijen wil gaan verbieden. En die grenzen worden ook zeker opgezocht. Maar de vraag is natuurlijk van wat doe je met alle mensen die op die partij stemmen en hun redenen om daarop te stemmen. En die worden nu wel heel makkelijk weggezet als fascisten. Terwijl daar een hele hoop verschillende mensen en verschillende meningen achter zitten. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Dat die partij kan wel hard aangepakt worden. Maar wat doe je met de mensen die daarop stemmen? De reacties zijn heel verschillend. We willen ook graag even een tweet in kaart brengen. Of in beeld brengen van Mark. Die wilde jij graag laten zien.
Robin? Ja, Mark van Rans. Nou ja, wat je net zag over fascisme, dat is natuurlijk weer het stukje dat richting de lawine gaat van die sneeuwbal die steeds groter wordt in het over en weer radicale uitspraken doen. Hier is eigenlijk een begin van die sneeuwbal zichtbaar. Dat is eigenlijk meer provocatie. Hè? Hij probeert een beetje grappig te doen en een grapje te maken over die vlag. Maar hij neemt duidelijk de mensen niet erg serieus. Niet helemaal serieus. Ja, op die vlag staat en stop die spuit maar in je reet. En de tweet van Mark van Ranst is: ik ben altijd verheugd van die mensen enthousiast meedenken, maar die spuit moet toch echt wel in je bovenarm, mensen. En zouden deze brave mensen beseffen dat hun vlag omgekeerd hangt? Details, maar toch. Ja. Ja, dit is dus zo'n begin van provocatie. En dat is ook wel wat je dus in dynamiek tussen dat gesprek van net wat we zagen en dan FVD ook ziet. Het begint met de provocatie en het wordt eigenlijk van kwaad tot erger. Je kan ervoor pleiten om er ook niet de munitie te geven, zeg maar. Niet te provoceren en toch proberen om via nuance eruit te komen. Ja, ik wil jou heel graag vragen van hoe moeten we het wel doen. Ja. Maar misschien voordat we daar naartoe gaan, kun je eerst even uitleggen wat er eigenlijk gebeurt in je brein of in je hart. Nou ja, eigenlijk als je zeg maar richting een provocatie gaat, dan maak je eigenlijk het debat steeds moeilijker. En hoe verharder het wordt en hoe lelijkere dingen er worden gezegd of extremere dingen, hoe eigenlijk meer onmogelijk het wordt gemaakt om een goed gesprek en dialoog over iets te hebben. In het brein het gaat gewoon eigenlijk niet. Want onder invloed van provocatie of extreme uitspraken gaan we eigenlijk al naar een soort stressreactie. En in ons brein heeft dat als gevolg dat bepaalde dingen, bepaalde area of the brain eigenlijk niet toegankelijk zijn. Dus we sluiten onze geest onder invloed van provocerende of radicale dingen die gezegd worden. En daarom is het ook om gewoon helder te kunnen nadenken en slimme dingen te kunnen zeggen. Ja, belangrijk dat je eigenlijk bij die neocortex en bij dat hogere denkvermogen kan. En dat wordt eigenlijk onmogelijk gemaakt op deze manier. Ja. En dat is eigenlijk niet alleen van invloed op politici in de Kamer. Hè? Iemand zegt iets radicaals. Voordat je verder gaat, vraag ik me af, Jan, herken je dit ook als huisarts? Ja, dit herken ik wel, ja. Ik denk inderdaad, als je op die manier met de emoties omgaat, dat er dan een soort blokkade optreedt in het hogere, rationelere denken. Ja, dat herken ik. Ik denk dat we het ook allemaal herkennen. Als je heel erg boos bent, dan luister je nooit meer. Nee, dat zeggen we ook vaak dingen waar we spijt van hebben volgende dag. Ja. Maar het geldt niet alleen voor de mensen die in gesprek zijn, maar ook voor de mensen die ernaar kijken. Dus thuis op de bank hoor je dat soort radicale dingen zeggen over fascisme. Dat heeft ook een effect op de kijker, waar ik niet per se voorstander van ben. Het zou mooier zijn als we zeg maar beeldvorming prikkelend zijn en goede vragen stellen. Ja. Waardoor mensen gaan nadenken. Ja, een goed voorbeeld daarvan is een ander fragment van Vandaag Insight. Laten we eerst even gaan kijken. Maar wat voor kritische vragen moet je stellen aan iemand die een patiënt is? Mensen die nu nog op die partij stemmen, die moeten opgenomen worden. Want dan ben je niet goed bij je hoofd namelijk. Ja. Dit zijn allemaal complotdenkertjes. Die zijn bewust kwaadaardig. Die willen gewoon anderen vernietigen. Ja. Die willen niet eruit komen met een andere partij. Ja, hier gaat het dus al lang niet meer over de politieke partijen of politici, maar hier gaat het over de kiezers ervan, waarin Johan Derksen ook zegt van, nou, de mensen die op deze partijen stemmen, die zijn gewoon ziek. Die moet je eigenlijk naar een inrichting sturen. Die moeten opgenomen worden. Het zijn stevige uitspraken. Ja, jij stipt het net eigenlijk al een beetje aan, dat je daarmee dus niet alleen degene die het zegt aanspreekt, maar ook degene die voor diegene gekozen hebben. En weet je hoeveel het er zijn, Nederlanders die erop gestemd hebben? Nee, ze hebben 8 kamerzetels. Ja, het is een half miljoen Nederlanders die je dan toch wegzet. Heel makkelijk zonder eigenlijk te vragen naar hoe die mensen daar specifiek over denken. Ja. Dus ook de oplossing is dan van we moeten ze buitensluiten, we moeten ze negeren. En ik denk dat, ja, dus wat we net ook zeiden, dat het echt wel goed is om na te denken over wanneer gaat de partij eigenlijk de grenzen van de wet over en worden het fascisten. Maar ook hoe houd je het contact met deze andere groepen in onze samenleving en hoe kan je daarmee in gesprek blijven? En maar vooral dat inderdaad, dat is een heel belangrijk punt. Hoe kan je met elkaar in gesprek blijven? Want Oskan zegt hier van ja, wat voor kritische vragen moet je iemand stellen die een patiënt is? Ja. Dus eigenlijk zegt hij al van nou, als jij heel anders denkt, dan vind ik je een patiënt, ben je niet helemaal lekker bij je hoofd. En ja, wat voor vragen moet ik je dan nog stellen? Dus je ziet dezelfde pathologisering eigenlijk, eerst van de complotdenker en nu van de forumstemmer.
En dat leidt nooit tot toenadering. Het leidt alleen maar tot extremisme en radicalisering. Die mensen die op forums stemmen, die voelen zich nog minder thuis in Nederland, in het publieke debat. En worden daardoor steeds radicaler. Dus jij noemt het een sneeuwbaleffect. Het wordt, voor je het weet, een niet te stoppen sneeuwbal die de berg afrolt. Ja. Er is ook nog wel een heel belangrijk element in de context eigenlijk. En dat is de rol die de pers zelf hierin speelt in de media. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als mensen heel subtiel en voorzichtig iets in het licht proberen te brengen, dat ze dan eigenlijk niet gehoord worden. Wordt er steeds harder geschreeuwd worden radicalere dingen gezegd om ook maar de aandacht van de pers te krijgen. En een heel mooi voorbeeld hierbij is iets wat wij zelf mee hebben gemaakt. Ik ben een van de initiatiefnemers van Vrouwen voor Vrijheid. We hebben een opnamedag gehad met Danny Gossen, die hier zelf in het filmpje... Danny Gossens. Danny Gossens. Die zagen we net inderdaad ook in beeld. Ja, voor Danny op straat. En hij heeft ervoor gekozen om de opnames niet te gebruiken. Maar heeft het hier wel over de demonstraties en... Jensen die dan heel extreme dingen zegt. Maar laat ook gewoon het meer genuanceerde, het zachtere geluid buiten beeld. Maar wat bedoel je? Ze liepen met jullie mee? De hele dag. Dus sorry, zeg je daarmee dat media dat dan ook in stand houdt? Nou ja, dat is eigenlijk wat Danny zelf heeft laten zien hier. Maar ook wel het genuanceerde geluid. Als je genuanceerd bent, kom je niet in beeld. Nee. Als wanneer je radicaal of extreem bent, dan... Ja. Ik zie hier niet iemand tussen zitten tussen al die sprekers die iets heel genuanceerd zegt. Het is ook juist dat de radicalen dus... En dat waar ze tegen ageren, doen ze eigenlijk ook zelf. Ja. En als je nou kijkt naar dat sneeuwbaleffect, die tweet van Hugo de Jonge. Wat zou hij moeten doen? Want hij heeft natuurlijk, zou hij excuses moeten aanbieden voor het feit dat hij mensen buitengesloten heeft, gedesinformeerd heeft, gepolariseerd heeft. Want dat heeft hij natuurlijk wel. Maar kan hij dat nog terugdraaien? Kan hij de gemoederen wat doen bedaren? Dat kan altijd. Nou is excuses aanbieden misschien een beetje een grote stap. Maar alleen al erkennen. Mm-hmm. Zou wel heel helend zijn voor dat oude zeer wat daar duidelijk aanwezig is. Ja. En is er eigenlijk een verschil tussen het eerste fragment die we zagen, waar het echt ging over politicus, en het tweede fragment waarin het gaat over de volgers van een politieke partij en wat dat dan doet met je brein? Zie je daar een verschil in? Ja, mensen voelen zich dan ook persoonlijk aangesproken. Ik bedoel, er zitten 500.000 Nederlanders hier naar te kijken, eventueel. Hè? Of krijgen dit mee. Misschien wel mensen in de zaal. Ja, het raakt hen ook persoonlijk dan. Het is een overtreffende trap eigenlijk. Dus, die sneeuwbal die groter wordt. En dus niet één iemand die aangesproken wordt erop, maar ook een hele groep. De tweet van Sander Schimmelpenning is daar ook een mooi voorbeeld van. Die pakt ook eigenlijk degene die hij hierop aanspreekt, maar ook zijn aanhang. Dus ja. Dat is, Ik zal de tweet ook even voorlezen van Sander Schimmelpenning. Je hoeft maar, dus hij reageert hier, of dit is eigenlijk een tweet naar Tisha Boy J, een comedian. Je hoeft maar naar jouw eigen volgers te kijken om te weten in welk kamp je zit. Anoniem extreem rechtstuig, conspirituele huisvrouwen en Kevins die meteen overgaan tot bedreiging en intimidatie. Theaters zouden jou moeten weren en dat gaan ze vroeg of laat ook doen. Ja, dus welk kamp je zit. Dus dat is al polarisatie. Mm-hmm. Van je zit, you're either with us or against us, weet je wel? Dus dat is al iets wat heftig is, vind ik. Ja. Maar goed, Sander die doet dat om te irriteren, te plagen. Het is een verwend kind. Die provoceert. Dat is hij ziet dat als zijn taak ook in de media. Dit is ook wel medialogica. Extremen opzoeken, verschillen uitvergroten. En dat is denk ik het hele ingewikkelde met deze situatie in onze samenleving. Dat en sociale media ontworpen zijn om controverse te laten bloeien. En dat de gewone media ook leeft op scherpe uitspraken en soundbites en extremen. Ja. Dat doet onze samenleving geen goed. Nee, en hoe kunnen we dat dan doorbreken? Die vraag ligt bij jou, Romy. Ja, doorbreken. Nou, Sander krijgt hier ook hele radicale reacties op. En hij kan dus ook zijn comments muten. Maar mooier zou het zijn als hij iets genuanceerder uitspraken doet. En meer in het midden gaat zitten. Want als je die enorme polariteit hebt, dan is eigenlijk een stapje meer naar het midden. Vragen stellen. Of gematigdere uitspraken doen, voorzichtiger zijn met je eigen woordkeuze, wat al een heel groot verschil maakt. Maar dan moet dus wel echt ook de intentie er zijn om
En dan moet de intentie ook zuiver zijn. Ja. Inderdaad, om een debat te voeren. Ja. Open het gesprek aan te gaan. Ja. Romy, dank je wel. Jeroen, heel erg bedankt voor je bijdrage. En Jan, wat ik nog vergeten was te zeggen, want Flavio Pasquino heeft jou natuurlijk uitgebreid gesproken. Ja. Morgenmiddag komt er een interview online. Volgens mij duurt die zeker wel een uur, waar jullie uitgebreid ingaan op de rechtszaak, waar we hier in deze uitzending maar 12 minuten de tijd voor hadden. Dus morgenmiddag op blackbox.tv. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken.